Zo, we gaan de eik aansteken. Natuurlijke aanmaakblokjes, en lange lucifers of een veilige aansteker komen goed van pas. Maar vooral een flinke zak houtskool. Neem het liefst houtskool dat bestaat uit lekkere grote stukken. Gebruik nooit briketten, hout of andere materialen. De Big Green Egg raakt hiervan verstopt en de temperatuur is moeilijker te beheersen. We beginnen met het plaatsen van de zwarte margrietschijf. Hiermee kunnen we straks de luchttoevoer en daardoor de temperatuur controleren. Dan vullen we de egg tot de bovenste rand van de firebox met houtskool. Dat is het onderste keramische gedeelte aan de binnenkant van de egg. Zorg ervoor dat de luchtschuif onderaan open staat en houd de deksel open tijdens het opstarten. We verdelen vervolgens 3 aanmaakblokjes tussen de kolen en steken ze aan. Na ongeveer 12 minuten beginnen de kolen goed te gloeien en kan de deksel dicht. De Big Green Egg zal nu op temperatuur gaan komen. Stel de margrietschijf en de onderschuif in om de gewenste temperatuur voor jouw bereiding te bereiken. Kijk ook eens naar het filmpje over temperatuurbeheersing om te zien hoe je de egg constant op hoge of lage temperaturen kunt houden. Zo, thuis kun je aan de slag, maar laat jij je schort maar uit. Wij gaan nu laten zien hoe de egg weer gedoofd moet worden. Dat doen we door de zuurstoftoevoer helemaal af te sluiten. De onderste schuif gaat dicht. We sluiten de margrietschijf aan de bovenkant of, nog beter, we vervangen deze met de keramische dop. Ho ho, na het dichtdoen kun je de egg beter 20 minuten dicht laten. Dan zijn alle kolen wel gedoofd. En door de plotselinge instroom van zuurstof zou er een steekvlam kunnen ontstaan. Zo, nu kun je aansteken en doven. Kijk voor meer video's over de egg natuurlijk even op onze site biggreenegg.eu. Je vindt daar ook heerlijke recepten om thuis te proberen.